Met een gevaarlijke voorzet van Kammen richting tweede paal. Daar staat dan de Graaf en die kopt. Maar kopt een, laten we zeggen, 20 centimeter over het doel van Nicolas Skverrer. Moeilijke naam voor een keeper. Dus ik ga het gewoon houden op de doelman vanmiddag. Als het mij niet kwalijk neemt. Maar Sparta Nijkerk dus met 3 mutaties in het basisteam. Rademaker er niet bij. Huijmans er niet bij. En Rick Knoop er dus niet bij. Nou, Tim Muller vertrouwd, oud en vertrouwd, centraal achterin. En dus is in de spits een plekje voor te voet. Nou goed, dat zijn de twee nieuwe namen in het elftal van Simon Ouali. De wedstrijd is 1 minuut en 46 seconden onderweg. Eén gevaarlijk momentje gezien. Dat was dus die kopstoot van de Graaf. Even wachten of Tarik Tissoudali hier wat uithaalt. Ja, dat denk ik wel, want hij draait knap weg bij zijn tegenstander. Simone. Ja, en dan is het te vroeg voor de scheidsrechter om een gele kaart te geven na 2 minuten. Weet ik niet of je het goed vindt als we deze vrije trap nog even meenemen vanaf 30 meter. En als ik niks hoor, dan vinden we dat. En dan gaat even kijken van de Molen of van Kammen die bal inslingeren. Zijn er veel kopsterke mensen mee voor Sparta Nijkerk. Het centrale verdedigingsduo Muller en Crux staan op de 16 meter om zo meteen in te lopen. Datzelfde geldt voor de Voert, van de Molen en de Graaf. Kijken of die trap goed is. Die trap is niet goed, denk ik. Gaat over de achterlijn. Nee, wordt gevangen door doelman Skverrer. En zo zijn we 2 minuutjes en 30 seconden onderweg. VVA Sparta Nijkerk 0-0. Ook om 3 uur. Balverlies aan de linkerkant bij VVA. En David kan er met de bal vandoor. Geeft mee aan Tissoudali. Die ligt een breed en kan niet geschoten worden door de Graaf. Goed verdedigd door Roy Versluis. Die ook nog eens deel uitmaakte van de Sparta Nijkerk selectie. Maar de vorige seizoen begon toch zijn biezen pakte. En zei, ik ga op een lager niveau voetballen. Inmiddels dus weer terug op hetzelfde niveau als de Nijkerkers. Maar goed, hij heeft dus een verleden bij Sparta. Al heeft hij nooit een officiële wedstrijd gespeeld. Sparta mag wel gaan ingooien, omdat de bal over de zijlijn geschoten wordt door die Roy Versluis. Wordt ingegooid door Van Kammen. Dat kan niet worden gekopt. Dan komt hij op de borst bij Bonaventia. Schreeuwden wat mensen van Sparta om mens. Maar dat was het absoluut niet. En dan hebben we de topscorer van de hoofdklasse in balbezit. Eikenmans. Goed 1-2'tje. En dan weg aan de linkerkant. Bilal bij zich. En Muller geeft rugdekking. Steekt de bal dan prima tussendoor. Maar Teveldhuis let goed op. Moet dan wel handelen. Schiet hem tegen Eikenmans zijn hoofd aan. En heeft dan geluk dat de bal weer in zijn voeten komt. En vervolgens schiet hij hem opnieuw tegen iemand met een rood-blauw gestreept shirt aan. Al met al niet zo heel handig. Het eerste werk doet hij goed. Namelijk op de goede plek staan op het moment dat er een gevaarlijke steekbal komt. Maar vervolgens is hij wat slordig in balbezit. De eerste keer loopt het gelukkig goed af. De tweede keer levert het een inworp op voor de Nijkerkers. Halverwege de eigen rechterhelft. Met Bilal Amazaguyo. Die ook nog eens een metertje of 10 smokkelt. Want dat doen we allemaal. Maar de scheidsrechter zegt tot hier en niet verder. En dan heeft hij gelijk in. Dan speelt hij hem terug. Gooit hij hem terug, moet ik zeggen, naar Crux. En Crux gaat helemaal terug naar Rijnvis. Die kans in de eerste minuut, die kopkans voor de Graaf, is het enige doelgevaar geweest in deze wedstrijd. We zagen nog wel een keertje ter voet diep gestuurd worden. Op het moment dat hij een schot in gedachten had, was er een prima tackle op de bal en op de benen. Ja, dan moet je iets meer uithalen misschien. Misschien dat er een strafschop in zat. Maar goed, hij ging voor het schot. Schoot via het been naast. En die corner levert uiteindelijk geen gevaar op. De bal gaat rond bij VVA achterin. Luut Eikenmans. Ja, ze hebben 2 Eikenmans in de ploeg. Simon en Luut. Simon de topscorer. 11 doelpunten al gemaakt dit seizoen. En dat in even zoveel wedstrijden. Met andere woorden, loopt 1-1 en is een mannetje om in de gaten te houden bij de uitclub. Geen enkele speler in de hoofdklasse maakte meer treffers dan deze Simon Eikenmans. We hebben hem tot nu toe alleen gezien bij die actie van zojuist Muller in balbezit. Een van de mensen die vandaag noodgedwongen in de basis staat. Hij vervangt Richard Rademaker die voorlopig geblesseerd is, maar speelt hem dan heel zordig. Wordt gecorrigeerd door Guido de Graaf. Uitstekend. En dan is de bal bij David met heel veel ruimte voor zich. Rechterkant van het veld. Dat zal u begrijpen als u de opstelling meekreeg met de actie buitenom. En dan komt er nog een tegenstander. Dan schiet hij hem tegenop, dus Bonaventia. En dan levert het slechts een inworp op voor de Nijkerkers. Metertje of 5, denk ik, voor de achterlijn. Al gaat David de bal gooien bij de cornervlag. Dus heeft hij die eerste 5 meter alweer gesmokkeld. Nu maar kijken of iemand kan verlengen bij Sparta. Nee, VVA kopt uit en dan de bal loodrecht omhoog geschoten. Dan komt er een vrije trap. Ja, want er wordt waarschijnlijk op de achtergrond het fluitje. Dat is een overtreding op Mark Harlauks. Of misschien moet ik het op zijn Frans uitspreken. Maar aangezien ik daar nooit de voldoende voor gehaald heb, ga ik dat maar niet doen. Komt er een vrije trap voor VVA. Zijn we 11,5 minuut onderweg. Kan ze? Nou, die ene in de eerste minuut. Die kopbal. Maar voor de rest niet. 0-0. 21 minuten gespeeld. En Sparta kwam goed weg. 3 minuten geleden. Het schot was van Harlau. Hebben we hem weer. En keeper Rijnvis was gezien. De bal schoof langzaam heen de verre hoek in. Maar Ivo Teveldhuis stond op de goede plek om het leer voor de doellijn te keren. En zo Sparta van een achterstand om een achterstand voor Sparta te doen voorkomen. Het was de eerste keer dat VVA gevaarlijk was. Daarvoor was Sparta eigenlijk dominant. Dan kreeg het niet echt grote kansen. Maar was er niet zoveel aan de hand. Die kans heeft de wedstrijd een beetje doen kantelen. Want de laatste 5 minuten wordt VVA steeds brutaler. En komt Sparta nauwelijks meer aan voetballen toe. Tissoudali wordt niet meer bereikt. En als hij al bereikt wordt, dan schiet de bal van zijn voet. En is het vaak balverlies.
Met andere woorden, het loopt in deze fase van de wedstrijd niet lekker bij Sparta, waar de scheidsrechter nu een opstootje probeert te sussen. Was niet veel aan de hand tussen De Graaf. Ja, en de man die zich maar niet om wil draaien. En aangezien ik de mensen niet ken bij VVA, kan ik niet vertellen wie het is. Maar in ieder geval was daar een opstootje na een overtreding van De Graaf. Maar niet heel veel aan de hand. Twee mensen die met de benen in elkaar gehaakt waren. Dat was eigenlijk alles wat er aan de hand was. Maar goed, het is allemaal gesust. Dus gaan we verder met voetballen. Nog een kwart wedstrijd te gaan. Het is niet hoogstaand. Sparta begon wel aardig met, met die kopbal van De Graaf. En daarna ook nog een voorzet waarbij de doelman Skverre in botsing kwam met zijn laatste man. En dat was Eikelmans. Luut Eikelmans moet ik erbij zeggen, want er staan er twee. Twee botsen tegen elkaar en toen viel de bal op 16 meter voor de voeten van Davids, die hem ineens uit wilde halen en dacht hem in het lege doel te kunnen schieten. Maar hij schoot hem tegen ja, de keeper op. Met meer geluk dan wijsheid hield hij dus toen zijn doel schoon. En daarna dus die grote kans. Lange bal op de spits, de lange spits bij, VVA. En die legde de bal neer Bartels op 16 meter. Daar was het kappen en schieten in de verre hoek. Keeper gezien, maar dus de Veldhuis op de goede plek. 23e minuut, weer een overtreding en een gele kaart voor in dit geval Guido De Graaf namens Sparta Nijkerk. Ja, en het loopt niet bij Sparta voorlopig. En dus moet er wat gebeuren voor de Nijkerkers. Vrije trap snel genomen. Dan gaat de bal van rechts naar links achterin bij VVA. En ja, wordt de bal rustig rondgespeeld eigenlijk. En is die Harlo die de bal bij Eikelmans krijgt en hem weer terugkrijgt. Goed 1-2'tje. Zien we veel bij de ploeg uit Achterberg. Maar dit is een slordige bal zo in de voeten van Crux. Crux weg. En de bal bij Tevoer. Tevoer draait met rug naar de tegenstander goed weg. En geeft goed mee op Van der Molen. Links is ruimte, maar er is verder niemand van Sparta. Dus de bal breed op Tisoudali. Tisoudali nog iets verder breed naar Van Kammen. Van Kammen nog meer naar de zijkant naar David. Nou, je man voorbij in een goede voorzet. Nou, hij gaat zijn man niet voorbij. En sterker nog, schiet zijn voorzet tegen de benen op van Murat Marbouche, denk ik dat ik het uit moet spreken. En gaat de bal over de achterlijn. Corner, dat wel voor Sparta Nijkerk. Met in dit geval Van Kammen die hem neemt. Ja, tot vandaag was het toch Stevast Huijmans die corners en vrije trappen nam. Maar hij is er niet bij, dus moet iemand anders het doen. Dan maar Van Kammen. Bal is lang onderweg, kan worden gekopt. Nee, wordt niet gekopt, wordt gemist door allerlei mensen. Keeper zijn doel uit, bokst met één hand weg. Bal dan door Van der Molen. Subtiel over de keeper gewipt, althans dat was de bedoeling. Maar de keeper stond net te dichtbij en kon op 16 meter tot zijn geluk zien dat de bal recht in zijn handen kwam. En zo was er weer een gevaarlijk moment en is het weer Skverre, de keeper bij de Achterbergers, die niet zeker is op hoge ballen en hem zomaar in de voeten bokst. Nou ja, slaat eigenlijk van een Spartaan. Nu Eikelmans, rechterkant van het veld, meegeven aan de nummer 20, Bolland. Bolland legt terug, maar daar staat Tisoudali en zo heeft Sparta de bal weer via Van der Molen. Van der Molen, 1-2'tje met Tisoudali mislukt. Eikelmans steekt hem, maar Muller op de goede plek en zo kan Sparta er weer uit. Bal op de borst bij Tevoert. Tevoert verliest de bal aan Bonaventia. En via Luut Eikelmans gaat de bal naar de linkerkant van het veld, naar Marbouche. Nog maar een crossbal, kijken of die aankomt. Nou, dit hakje is fraai en via Eikelmans komen ze er goed uit, wilde ik zeggen. Was goed geprobeerd door de topscorer, maar hij speelt de bal voor zijn rechtsbuiten. Zo gaat de bal over de zijlijn. 25 minuten gespeeld, 0-0 de stand tussen VVA en Sparta Nijkerk. Goede kant van de score. Het is De Graaf, de topscorer bij Sparta, die je mag maken. Prachtige steekbal van Tarik Tisoudali. Legt hem achter de linksback. Daar komt Davids voorzet laag. En dan komt naar de eerste paal toegelopen, zal ik maar zeggen, Guido De Graaf. Die hem met binnenkant voet achter doelman Skverrer tikt. En zo Sparta Nijkerk op een 0-1 voorsprong zet. Had overigens al eerder een grote kans voor Sparta moeten komen, hoor. Toen Sparta met drie aanvallers tegenover één verdediger stond. En Tarik Tisoudali zich vastliep. En dat was niet heel handig gedaan door Tisoudali. Maar daarna dus die briljante bal richting Davids. De voorzet piekfijn en het prachtige binnentikken. Het goede binnentikken. Een echte spitse goal van Guido De Graaf. Sparta is weer weg aan de linkerkant van het veld. Met diezelfde Guido De Graaf het inspelen. Tisoudali 20 meter van de goal. Meegeven Van der Molen. Van der Molen wil schieten. Maar wordt goed verdedigd door Siem Eikelmans. En zo is het gevaar geweken. Komt de bal op de hand van Van Kammen. Wordt er geen voordeel gegeven. Maar jij wilde naar Hoevelaken. Dan gaan we nu in. Kans voor Tevoert op 0-2. Maar maakt hem niet. De voorzet is van David naar de tweede paal. En dan denkt De Graaf, heel solidair, ik kop hem breed. Nou is het niet de makkelijkste kans voor Tevoert in een moeilijke hoek. Maar hij trapt gewoon over de bal heen op het moment dat hij wil schieten. Ziet er heel knullig uit, maar het was een beste kans. Ik dacht, De Graaf, je gaat toch niet koppen vanaf een meter of 11 vanuit die moeilijke hoek. En dat deed hij dus ook niet. En aan de andere kant van het veld is het opletten geblazen. Als de bal in bezit is bij Bartels. Bartels wil hem voorgeven, schiet hem tegen een Spartaan op. En dan is daar Rijnvis, die probeert een corner te voorkomen. Ik heb het idee dat hij daar niet in geslaagd is. Dus komt er een corner voor VVA. Sparta op voorsprong, prachtig uitgespeelde aanval, mooie goal. In dit geval de doelpuntenmaker weer Guido De Graaf. Die het dus steeds makkelijker afgaat in de spits. Vorige week scoorde hij een penalty. Nou, daar hoef je niet voor in de spits te staan. Maar vandaag dus een echte spitsen goal.
van de tweede paal naar de eerste lopen en hem dan van dichtbij binnen tikken. Attent daar zijn. En ja, dat is iets wat een goede spits betaamt. En hij deed het dus keurig. Zoals Wim van Vliet al aangaf, de Hoevelaker in Nijkerkse dienst. Maar die andere Hoevelaker zojuist dichtbij 0-2. Frank de Voert. Maar als je de bal niet raakt, gaat hij er in ieder geval nooit in. Corner aan de andere kant, opletten geblazen. Lange mensen, er komt de kopbal helemaal vrij. En die komt hem loodrecht omhoog. En ook naast het doel van Rijnvis, maar stond wel heel vrij. Even kijken, Jasper Bolland. Oud-IJsselmeervogels. Maar hij kon geen kracht achter die bal zetten. Mooie trap richting Tisoudali. Wordt wat vastgehouden, maar is inmiddels in de 16 van de tegenstander. Tikje breed nu. Maar hij komt op wat achter Guido de Graaf. Guido de Graaf gaat met links proberen te schieten. Schiet hem tegen Roy Versluis op. Wat een prachtige bal van de keeper van Sparta Nijkerk Rijnvis. Over een meter of 80 legt hij hem bij Tisoudali. Die draait goed weg, wordt dan vastgehouden. En dan heeft Angelo Simone... genoeg, of geluk dat de scheidsrechter voordeel geeft, anders krijgt hij een gele kaart die hij nu niet krijgt. Bal gaat via, ik denk, Van Kammen over de zijlijn aan de rechterkant van het veld. Dan mag VVA gaan gooien. 35 minuten zijn we onderweg. 5 minuten geleden de ontlading bij Sparta Nijkerk, want gescoord. En ja, vlak daarna de kans op 0-2 niet benut door te voert. Hij was wat moeilijker dan ik het wellicht uitleg. Maar ja, in ieder geval op doel schieten. En dat had meer ingezeten voor de Nijkerkers. Maar goed, daar kwam het dus allemaal niet van. Rijnvis heeft de bal in de voeten, ver uit zijn 16. Dan moet u denken aan een metertje of 10. En dan de crossbal. Prachtig weer. Ja, wat heeft die man een fabelachtige traptechniek. En dan legt de graven bij Tisoudali. Maar is het Simone die goed oplet. De bal vooruit gespeeld in de richting van Bolland. Bolland draait weg, doet hij knap, maar komt dan te veld thuis tegen. Die schiet hem met wat geluk tot Tisoudali. Tisoudali schiet een keer. Nee, legt hem breed. Dat is de rand 16. Ja. Dan is het te voet. Metertje of 2 naast het doel van Skverrer, deze schuiver. En dus een doeltrap voor VVA. Sparta leidt na 35 minuten voetbal in Achterberg tegen VVA met 0-1. Andere. Ja, de bal rolt nog. Dat krijg ik niet verwacht. We zitten in de tweede minuut van de blessuretijd. Sparta leidt met 0-1. Doelpunt van de Graaf na een half uur spelen. En Bilal brengt de bal tot de voet. De voet kop door bij Bonaventia, die mist. Wordt er een duel uitgevochten in de as van het veld. Wordt dat gewonnen door VVA'er. En is daar heel veel sneller bij Jasper Bolland. En dan speelt Wouter van der Molen de bal. En die moet heel erg oppassen. Dat weet hij zelf, want die staat op scherp. En aankomen. Oh, daar gaat hij. Ja, die mag niet meedoen tegen zijn oude club. Dit is verschrikkelijk voor die jongen. We hebben het er voor de wedstrijd al over. Hij mag één ding niet doen en dat is geel pakken. Want hij wil zo graag tegen zijn oude club spelen. Maar dat gaat niet door. Hij is geschorst en hij speelde de bal. En omdat het theater komt van Bolland is hij er niet bij. Hij moet nu wel slim zijn en niet nog blijven dolmekken. Hij is boos, want hij weet dit natuurlijk. Ja, dit is echt een domper. Niet alleen voor Sparta, maar vooral voor deze jongen zelf. Die zich zo had verheugd op die wedstrijd. En er dus niet bij is omdat hij geschorst is. Goed, Sparta in de blessuretijd nog loopt dus averij op. In de vorm van een gele kaart voor Wouter van der Molen. En het was niet eens terecht. Dus dat maakt het extra zuur voor Wouter van der Molen. Maar goed, we gaan nog even kijken of er nog wat in het vat zit voor VVA. Nee, de aanval loopt spaak. En aan de rechterkant van het veld gaat van de Graaf, wou ik zeggen. Het is de Voert die de bal meegeeft. Nu wel aan de Graaf in de as van het veld. Net over de middenlijn. Links ligt de ruimte bij Tisoudali. Nou, de Graaf gaat hem bijna brengen. En loopt dan de spits maar weer in. Tisoudali, 1-op-1. Schiet dus op doel. Nou, dat doet hij niet. Geeft hem aan de Graaf. De Graaf wil een 1-2'tje. Komt hij niet uit. Schiet de Graaf! De Graaf! En dan via Skverrer. De bal net naast. Goed schot van de Graaf. Bijna zijn tweede van de middag. En dat zou wel op die domper van der Molen na een lekker slot van de eerste helft zijn hier in Achterberg. De corner die blijft staan voor de Nijkerkers. Waar de scheidsrechter al deze blessuretijd vandaan haalt, het is mijn godswonder. Want er heeft echt niemand volgens mij op de grond gelegen voor een blessurebehandeling. En gewisseld is er ook niet. Dus ja, hij had na exact 45 minuten mogen affluiten. Maar misschien zeg ik zometeen wel dat ik blij ben dat die blessuretijd er is. Als de kopbal er is van Tim Crux, maar de bal over de achterlijn belandt. Het is rust. Bij VVA Sparta Nijkerk. Sparta staat voor met 0-1, maar mist Wouter van der Molen aankomende zaterdag tegen Ajax. En die baalt daarvan, zichtbaar. Maar het zou wel heel fijn zijn als dat dan ook nog bebonust, dat is geen woord, maar als bonus zou opleveren dat Ajax ook niet wint. Sterker nog zou verliezen, zou fijn zijn, maar het duurt daar nog wel een kwartier hoor. Dus nooit te vroeg juichen. En dat geldt voor Sparta Nijkerk natuurlijk ook, want het staat hier ook maar 0-1. 3 minuten in de tweede helft. Doelpunt na een half uur gemaakt door Guido de Graaf op aangeven van Stefania Davids. Nou, een mooie steekpaas van Tarik Tisoudali. Om nou te zeggen dat Sparta kans op kans stapelt, dat is ook weer niet zo. Aan de andere kant één goede kans gezien voor VVA. Was nog op 0-0 toen redde Ivo Teveldhuis op de lijn waar Rijnvis al geklopt was. Dus al met al is die 0-1 misschien wel een terechte afspiegeling van de eerste 48 minuten van dit duel. Waar VVA in de tweede helft begonnen is met het balbezit te koesteren. En van de 3,5 minuut die we nu gezien hebben, denk ik dat ze er minstens 2,5 de balbezit hebben gehad. Maar dan wel op eigen helft. Zo ook nu als de centrale verdediger Simone de bal naar zijn collega
centrale verdediger Eikenmans speelt. Luut Eikenmans vooruit, maar daar staat Tim Crux. Speelt hem zo in de voeten van Bonaventia. Bonaventia in de middencirkel, speelt hem naar de linkerkant van het veld. Daar wordt wat gewezen door Bartels. Bal naar de linkerkant, iets verder vooruit. Overtreding gezien door de scheidsrechter. Ja, wel degelijk. Dus komt er een gevaarlijke vrije trap voor VVA. De overtreding gemaakt op de linksback Marbouche. Maar het levert op de punt van de 16 meter en dan een metertje of 10 terug richting eigen doel, zal ik maar zeggen. Of verder van het doel van Rijnvis af. Het is maar net wat je wil zien. Een vrije trap op, dacht ik. Maar die komt er helemaal niet. Er komt een inworp voor VVA. Nou, oké. Okay. Sparta niet klagen. Althans, inworp op het hoofd van Davids. Die de bal in tweede instantie voor zijn voeten ziet en hem dan wegschiet. En de Graaf die de bal niet in de ploeg kan houden. Zo krijgt Bonaventia aan weer. Bal vooruit gespeeld. Goede bal. Bartels via de voet van Bilal. En dan Müller met grote stappen. Is langs, even kijken, Bonaventia. Als hij slim was, ging hij liggen. Krijgt Bonaventia zijn tweede gele kaart. Misschien niet heel netjes wat ik zeg. Dan had hij beter kunnen doen. Maar de Graaf speelt hem naar Tissou Dali. Misschien wordt het met een doelpunt beloond. Tissou Dali naar binnen komen. Schieten. Maar geen kurf. Het applaus is wel voor Tissou Dali. Komt van buiten naar binnen en denkt een keer schieten van buiten de 16. Helemaal geen gekke keuze. Maar de bal gaat een meter naast het doel van Skverrer. De keeper bij VVA die een doeltrap mag nemen na 5 minuten in de tweede helft. Waar Sparta voor staat met 0-1. Dankzij een treffer van de Graaf na een half uur spelen. Prachtig, prachtig, prachtig doelpunt van Guido de Graaf. De bal naar de zijkant van Kammen is goed. En dan is daar de piekfijne voorzet van opnieuw Stefania Davids. Nu door de lucht. En dan staat recht voor het doel Guido de Graaf kopsterk. En hij knikt hem hard binnen. En Sparta leidt na nog geen uur spelen. 58 minuten met 0-2. En gezien het wedstrijdverloop, het heeft helemaal geen zin om de voorspeller van de week te gaan proberen te worden. Maar ik denk dat het beslist is. 0-2 Sparta Nijkerk. Opnieuw Guido de Graaf. Prachtige, prachtige voorzet van Stefania Davids. Gaan we weer even. Ja, ik heb iemand naast me zitten die alsof het een PlayStation spelletje betreft is, maar dan niet bestuurd met knoppen, maar met je stem. Probeert de spelers van Sparta Nijkerk te vertellen hoe het moet. Nou ja, goed. Voorlopig gaat het hem goed af, want Sparta leidt na 61 minuten. Dankzij twee treffers van Guido de Graaf, twee keer op aangeven van Stefania Davids. De laatste voorzet, ja echt fantastisch. Hoeft hij alleen maar tegenaan te lopen, dat klinkt heel makkelijk en heel denigerend. Want het was een prachtige kopgoal, maar voorzet ook echt fantastisch. Prachtige bal van Davids. En nu een overtreding gezien van te Veldhuis vasthouden. En komt een vrije trap voor VVA. Ja, 29 minuten die voorsprong vasthouden. Dat is het doel voor het team van Ouali. Mark Harlau gaat de trap nemen. Of is het Murat Marbouche, een van die twee. Want zij staan bij de bal. Het lijkt toch Marbouche te gaan worden met zijn linkerbeen. Een indraaier. Altijd gevaarlijk. Die vrije trappen. Sterker nog, daar komt hij bij de tweede paal. En daar gaat hij net voor langs bij Jasper Bolland. En dat is geluk voor het elftal van Ouali. Want ja, zo'n aansluitingstreffer in een uitwedstrijd. Nee, dat moet je niet willen. En dus gaat Rijnvis niet al te veel haast maken als hij de bal gaat halen. Maar ja, ook heel veel tijdrekken zal hij niet doen. Want hij weet dat deze scheidsrechter gele kaarten geeft. Ja, voor niks eigenlijk. Ik weet niet waar ik met deze zin heen wilde. Maar hij was wat makkelijk, dat wilde ik zeggen. In de eerste helft met vooral de gele kaart voor Van der Molen. Die echt volledig de bal speelde. De bal sprong ook echt een andere directie op dan waar hij stond. Maar goed, hij komt hem toch op een gele kaart te staan. En betekent dat deze man geschorst is tegen Ajax volgende week. En dat is op zich al vervelend. Maar als je vorig jaar en de jaren daarvoor bij Ajax gespeeld hebt. En je woont in Amsterdam en je hebt veel vrienden daar. Dan is het helemaal jammer. Te voet op de achterlijn moet de bal terugleggen. Maar krijgt hem maar niet onder controle. De eerste actie is goed. Eikelmans kwijt op de achterlijn. Dan kiezen twee mensen positie. Maar krijgt hij de bal niet goed voor. Het levert wel een corner op voor de Nijkerkers. Wouter van der Molen, de man die de corner gaat trappen. En de bal in het kwartcirkeltje gaat leggen. Maar Sparta leidt soeverein 0-2. En ik denk zo dat alle andere wedstrijden op zijn einde lopen. Ja, we gaan eens kijken. Ja, absoluut. En Jesper Bolland gaat eruit en die is boos op zijn trainer. Die grijpt rigoureus in hoor, want hij wisselt drie mensen, waaronder Jasper Bolland. En die zit te schelden en te vloeken en te tieren nu. Dat is wel leuk om te zien. Gewoon je mond houden, ja, zegt Henk van der Pol tegen hem. Klaar. En dat voor Jasper Bolland. Ja, die heeft nog op niveau gespeeld bij Vogels. Maar Van der Pol tolereert dit niet, dus dat zal nog wel een staartje krijgen in de kleedkamer. Van der Pol kreeg ook geen hand van de beste man, dus dat zal allemaal niet goed aflopen daar. Maar goed, Sparta Nijkerk heeft ook zo zijn problemen met Dave Huijmans. Dus wat dat betreft is het ook daar niet... ik wil echt naartoe. Ik heb een verschrikkelijke middag vandaag wat dat betreft. Wil ik wat moois vertellen, kom ik er weer niet aan. Dat is niet de eerste keer voor vandaag. Maar goed, ik heb wel goed nieuws. Want na 69 minuten staat het nog altijd 0-2 voor Sparta. Twee keer de voorzet van Davids en twee keer het afwerken van de Graaf. De eerste keer met de voet.
de tweede keer met het hoofd. Nu dus die drie dubbele wissel, waarbij er dus drie nieuwe mensen inkomen bij VVA. En zij dus voor het schokeffect in het veld moeten gaan zorgen, de aansluitingstreffer. En dan daarna nog een doelpunt dat de VVA-achterban in extase zal brengen. Want het ziet er niet naar uit voor de thuisclub dat er een resultaat in zit vandaag. Want Sparta is heer en meester. Maar goed, je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt, zullen we maar zeggen. Maar Sparta heeft de vrije trap genomen. En de bal is bij Bilal. Bilal naar Davids. Loopt Spaak. En daar gaat Eikelmans. Eikelmans, de topscorer. Ik zeg het nog maar eens een keer. Mannetje om in de gaten te houden levert hem zo in bij Van Kammen. Van Kammen die dan ook de bal weer snel kwijt is. En dan gaat de bal naar de linkerkant van het veld. Het inbrengen. En dan is het Mark, ik ga je even... 0-2 voor Sparta Nijkerk. VVA probeert naar voren te komen. Maar tot gevaarlijke kansen levert dat, komt het niet. Tissou Dali probeert de bal binnen te houden. Dat lukt met geluk. Van de tegenstander krijg je de bal terug. Sterker nog, de tegenstander schiet de bal zo in de voeten van de Graaf. En die steekt hem dan tussen precies de voet en Tissou Dali door. VVA heeft de bal. Zal haast moeten maken. Nog 19 minuten. Bij Paul bijna af. Ik zou zeggen, maak hem maar af, Paul. Absoluut, absoluut. Dan wint alleen Sparta van de top 3. Al is het in de hoofdklasse A absoluut nog een top 4 hoor. Dus Quick Boys niet vergeten. Die stonden wel voor geloof ik. Maar bij Ajax moeten ze gewoon affluiten. Want daar zitten ze al ruim in blessuretijd. En zitten we hier voor ons ook heel veel mensen met een mobiel telefoontje naar teletext te kijken. In de hoop dat de blauwe uitslag een groene wordt. En we dan in ieder geval winterkampioen zijn. Want dat Sparta gaat winnen, daar twijfelt eigenlijk niemand meer aan. Hoewel zojuist 20 seconden geleden Eikenmans de topscorer bij VVA, wat heb ik dat ook al vaak gezegd, die kan wegdraaien, geheel vrijstaand op 16 meter, schiet dan met hard met links vanuit de draai, maar gelukkig doet hij dat vrij vroeg, vanaf 16 meter schiet hij over, had meer tijd en had zo door kunnen lopen richting het doel van Rijnvis, koos ervoor omdat die bal zo lekker stuiter om ineens op zijn pantoffel te nemen, mooie poging, maar ja, over het doel van Rijnvis en dus geen gevaar. Afgelopen hoor ik hier bij Ajax, nou dat is het eerste goede nieuws van vandaag. Het tweede goede nieuws moet van de Spartanen zelf komen door nog 16 minuten stand te houden in Achterberg. Maar Sparta vergeet te voetballen. Ze moeten meer tikken bij Wally. En dan komt de voorsprong niet meer in gevaar. Maar ze lopen achteruit bij Sparta Nijkerk de laatste minuten. En die drie wissels die hebben ervoor gezorgd bij VVA. Ja, dat ze weer nieuwe moed hebben. Dit is een mooi paasje. Buitenkant voet naar de rechterkant van het veld. Naar een van die invallers. Het is Veilbrief. Die de bal ook nog binnenhoudt, maar dan uiteindelijk via zijn been. Ja, het is ook knullig. En hij kan er niet zoveel aan doen. De bal over de zijlijn gaat. Zo komt er aan dat gevaar een einde. Mag de Veldhuis gaan gooien. Nog een kwartier voor Sparta Nijkerk. 0-2 voor. Ja, op die kans bij 0-0 na toen de Veldhuis hem van de lijn haalde. Eigenlijk geen veldje aan de lucht voor de Spartanen. De marge van 2. En eigenlijk kunnen we dan toch wel concluderen dat deze overwinning niet meer in gevaar mag komen. Ook al niet omdat Sparta de minst gepasseerde ploeg is in de hoofdklasse A. Met slechts 10 tegentreffers. Het vaakst de 0. Ja, en als dat vandaag weer zo is, ja, dan snapt u zelf dat er 3 punten komen. Maar goed, nog een kwartier en dat is heel erg lang. Ik heb naast me iemand zitten die vorige week bij een wedstrijd was van FC Shabab. Daar stond het 4-0, 0-4 moet ik zeggen, en werd het uiteindelijk nog 4-4. Dus het kan raar lopen, zo'n voetbalmiddag. Maar dat, zo ziet het er hier vandaag in Achterberg niet naar uit. Sparta leidt soeverein met 0-2 door twee keer Guido de Graaf. Als Clint van der Wal, overgekomen van Bennekom, aan het punt van de 16 ontsnapt is aan de verdediging van Sparta. Althans, ontsnapt. Hij heeft in zijn rug Bilal Amazaguyo. Die springt omhoog, maar daardoor komt de bal wel bij een medespeler. Maar die kan niets anders dan hem terugspelen richting Marbouche. Marbouche inbrengen, geblazen. Nee, de bal naar Bonaventia. Die wordt van de bal gelopen door de Graaf. Overtreding gezien. Kwartiertje nog voor Sparta Nijkerk. 0-2. 80 minuten staan er op het klokje. 0-2 nog altijd de voorsprong. En het drukken dat VVA probeert, het levert een schietkans op voor Van der Wal, die een voorzet vanaf de rechterkant vrij kan inschieten vanaf 16 meter, maar hem recht in de handen schoot van Rijnvis, een minuut of 4 geleden alweer. Ja, Sparta komt er niet meer uit, krijgt de bal, kan de bal niet in de ploeg houden en slaagt er nauwelijks in meer om kansen te creëren. Nu is het buitenspel voor Eikenmans en mag Sparta weer een vrije trap gaan nemen. Ja, VVA lijkt onmachtig, maar Sparta eigenlijk speelt de laatste 10 minuten zeker niet het beste spel. Daarvoor was er niks aan de hand, soeverein aan de leiding, 0-2, een appeltje eitje. En dan wordt er hiernaast nog geroepen dat Ititini erin mag. Ja hoor, de man die vorige week zo moeilijk moest invallen toen Rademaker geblesseerd uitviel. Moest hij na 20 minuten al in de ploeg komen, deed hij dat uitstekend. Kreeg hij alle complimenten na afloop. Hadden veel mensen hem vandaag in de basis verwacht. Maar trainer Wally koos voor de ervaring van Tim Muller in het centrum achterin. Dat pakt er totaal niet verkeerd uit hoor, want Muller speelt een uitstekende wedstrijd. Frank de Voer gaat eruit, dat betekent een aanvaller eraf en een verdediger erbij. Het zal mij benieuwen hoe het gaat staan bij de Nijkerkers. Maar Ititini die aangegeven heeft te stoppen aan het eind van de eerste competitiehelft. Dus volgende week wellicht zijn laatste minuten gaat maken voor Sparta Nijkerk. Hij debuteerde vorige week in de competitie dus tegen Dovo.
En maakte daarop meteen bekend, ja jongens, ik stop er wel mee. Want er was, waren wat privéproblemen. En hij wil voor God gaan werken. Ja, dat kan. En dus stopt hij met voetballen, omdat hij dat een veel belangrijkere zaak vindt. Dan dat spelletje met die bal en 22 artiesten die erachteraan rennen. Nou ja, goed, dat dat niet de belangrijkste zaak in het leven is, dat is wel duidelijk. Maar goed, hij dus bij zijn debuut vertelt dat hij afscheid neemt. Mag nog 10 minuten invallen bij Sparta, waar Müller maar weer eens heel sterk is en een duel wint. Daar is Ititini, balcontact, wegdraaien bij zijn tegenstander. En hem dan rustig terugspelen, ijskalm. En dan de bal via de Veldhuis op de kop van, wie is het? Het is De Graaf en dan wil Ititini de bal, maar krijgt hij hem niet. Wordt hij van de bal gelopen door Bonaventia, speelt hij hem terug naar Skverrer. En is dit balbezit voor VVA met de invaller Veilbrief weer terug naar zijn laatste man. Die heet Eikemans. Eikemans naar de linkerkant van het veld, naar Marbouche. Marbouche gaat lopen, speelt hem dan in de voeten van Kammen. Die wordt van de bal gezet en krijgt een vrije trap, wat makkelijk gefloten. En dus wordt Eikemans, de andere Eikemans, Simon Eikemans, een beetje boos. Ja, hij zegt, mag toch wel mijn schouder tegen zijn schouder zetten. En als ik dan sterker ben, hoef je toch niet te fluiten. Nee, dat klopt. Heeft de beste man helemaal gelijk in. Het levert Sparta een vrije trap op. Die genomen is door Crux. Die komt op het hoofd van Luut Eikemans. Die kopt dan weer uit. En dan is daar Veilbrief met een lange trap naar zijn rechtsbuiten, maar die kan daar niks mee. De bal gaat over de zijlijn. Het is absoluut niet de beste fase. Niet van Sparta, ook niet van VVA. Al heb ik daar de hele wedstrijd al niet zo'n hoge pet van op. Of wel goede indruk van. Ik vind dat Sparta eenvoudig overeind blijft in deze uitwedstrijd. Op voorhand toch als lastig betiteld. En dan ook nog eens 3 mensen uit de basiself geschrapt wegens blessures. En ja, de vraag waarom die derde niet meedoet is nog steeds niet beantwoord. Maar goed, 3 belangrijke mensen er niet bij Sparta en dan zo makkelijk overeind blijven. Goed, het duurt nog 6 minuten. Maar de lange trap van Sverrer kan worden opgevangen door Crux. Komt dan bij Bonaventia, levert in bij Van der Molen. Van der Molen via wat geluk, de bal bij David. Dit is knap van David. Meegeven aan Van Kammen. Van Kammen naar links, naar Tisoudali. Al een tijd niks meer van gezien. Is de pijp leeg of komt er nog iets van Tariq Tisoudali? Wachten. Meegeven aan de linkerkant. Nu de voorzet, die is laag. Die komt bij David. Die stapt over. Oh, wat jammer. Wat goed gedaan, maar wat goed doorzien. Althans, goed doorzien. Eikemans kan nog net zijn punt van de voet tegen de bal zetten voordat er bij de tweede paal kan worden ingeschoten. De Veldhuis is sterk in het duel. En dan wordt de bal ook nog tegen hem opgeschoten. Dan maar blind naar voren gerost. En daar staat Tim Crux op de goede plek. Rost hij hem ook weer hard hoog naar voren. Gerritsen met Ititini. Overtreding Ititini. Niet voor gefloten. Gerritsen in balbezit. Overtreding Ititini. En dan komt er een vrije trap op de middenstip. Sparta publiek is het er niet mee eens. Maar de vrije trap is voor VVA. Nog 5 minuten moeten de Nijkerkers stand houden. En kunnen ze uitlopen op Ajax. En daarmee verzekerd zijn van de titel winterkampioen in de hoofdklasse A. Ook de slot. Ja, hoort hem op de achtergrond. Mooie bal, jongen. Betekent dat de invaller Matthijs Boom de bal vol op de slot neemt. Maar hem zo verkeerd raakt dat hij zelfs op het dak van de tribune van de kantine belandt. En dan mag Rijnvis de bal gaan halen. Krijgt hij een berisping van de scheidsrechter. En zegt hij tegen de scheidsrechter, ja, die bal ligt over het vangnet. Wat wil je dat ik doe dan? Ga rennen de kantine in om die bal te halen. Je snapt dat toch zelf ook wel. En dus komt hij ermee weg, krijgt hij geen gele kaart. En ramt hij de bal naar voren. Althans, ramt hij. Er zit altijd wel gevoel in, hoor, bij Rijnvis. Bal komt bijna aan bij Davids. In tweede instantie Tisoudali, rechterkant van het veld. Is zo slim dat hij de verdediger dwingt om de bal uit te koppen. En dan mag Sparta gaan gooien. 16 meter van de achterlijn. Snel ingeworpen door Tisoudali. Krijgt hem dan via het hoofd van Davids terug. Dan naar Ititini. Ititini draait terug naar Van der Molen. Van der Molen vindt Tisoudali. Tisoudali alleen op de keeper. Tisoudali en de goede redding van Skverrer. De keeper die hem wegtikt. Voordat de bal opnieuw het net doet bollen. De bal laag over het natte kunstgras richting verre hoek. Rechts van de keeper en die duikt dan en tikt de bal naast. Corner voor Sparta nog. Van der Molen gaat hem trappen. En ik word een fijne dag gewenst. Nou, ik wens jullie hetzelfde. Broertje van Simon Wali zat naast me. Die loopt nu weg. Die denkt na 87 minuten. Dit gaat niet meer fout. 3 minuten nog met een corner voor de Nijkerkers. En kopgevaarlijke mensen mee. Bij de tweede paal is de bal voor Sverrer. Maar die kopt, kopbokst. Tot op de rand 16. Tisoudali schieten. Nee, dat doet hij niet aan buiten de 16. Kappen draaien. Krijgt hem dan bij De Graaf. Nee, bij Müller. Maar het levert uiteindelijk balverlies op. Al is dit balbezit van VVA ook voor korte duur. Davids, wippertje, prachtig. Richting Tisoudali. Tisoudali, rechterkant van het veld. Met Bonaventia, laatstgenoemde verovert de bal. Draait weg bij Tisoudali. Geen overtreding maken, want ook hij geschorst bij een eventuele gele kaart. En zo komt VVA er goed uit. Maar spelen ze hem wel terug naar de doelman. Skverrer met het balbezit. Een lange trap, dat kan haast niet anders. Met nog 2 minuutjes op de klok. Richting Spitsen.
Nou, daar gaat Crux de lucht in, die wordt weggezet en dan is dat een overtreding van Eikemans. Is die weer boos en verontwaardigd richting scheidsrechter. Ja, dit was wel een overtreding van de spits bij VVA. Er komt nog een wissel bij de Nijkerkers. Het is Thomas Amende die in de ploeg gaat komen. Wellicht is dit een voorteken voor wat er zaterdag gaat gebeuren. Guido de Graaf gaat eraf, de man van de twee treffers. Krijgt een applaus van de mensen op de tribune. Want iedereen, nou ik denk dat er 50 mensen op de tribune zitten. En er zijn er 45 van met een oranje sjaaltje. En dus gaat de Graaf eraf. En is het applaus voor hem. Komt Amende in de ploeg en hij zou zomaar eens in de basis kunnen gaan staan aankomende zaterdag. Omdat Wouter van der Molen er door een schorsing niet bij kan zijn. Maar goed, nog anderhalve officiële minuut plus wat blessuretijd. Het staat hier 0-2 doelpunten van de Graaf die net gewisseld is. En dan gaan we weer naar Zeewolde. Laatste minuut loopt als Bonaventia de bal naar voren speelt. Naar Clint van der Wal. Clint van der Wal speelt hem terug naar Bonaventia. Ja, die ziet de ruimte aan de rechterkant van het veld. Goeie bal richting Veilbrief. Die kan wel heel veel meters maken. Kapt dan ook nog eens van Kamma uit. En dan de bal naar de linkerkant. Goed gevoetbald zeg. Bal naar de nummer 10. En die heet Harlauks. De man die het dichtst bij een treffer was voor VVA toen de stand nog 0-0 was. En hij de bal langs Rijnvis schoot. Maar tot zijn ontzetting zag dat Ivo de Veldhuis op de goede plek stond en de bal van de lijn haalde. Dat was een cruciaal moment voor de Nijkerkers hoor. Zo na een minuut of 20 voetballen. En daarmee voorkwam de Veldhuis dus de achterstand. En na een half uur was het raak voor de Nijkerkers. De blessuretijd gaat in. En was de Graaf toen de man die de score opende. En daarna nog een keer succesvol in de tweede helft. Na een uurtje spelen bracht hij de stand op 2-0. Die nog steeds op het bord staat. Tissou Dali met een overstapje. Levert geen balbezit op, maar wel bal, een tijdwinst. Want de bal gaat over de zijlijn en dan mag Davids gaan gooien. Gaat hij dat dan ook maar doen? Ja, 0-2, tijddekken hoeft niet, want dit gaat niet spannend meer worden. Tissou Dali prachtig langs de eerste tegenstander, wordt dan vastgehouden. Maar dan vindt de scheidsrechter dat dat niet aan de hand is, of toch wel? Toch wel. Nog een vrije trap voor de Nijkerkers. Skverrer heeft de moed al opgegeven. De keeper schiet de bal maar hoog weg. En zelfs over het vangnet. Nou, dat nog net niet. Aan de zijkant van het veld richting de doorgaande weg. De nummer 10, die ik net al benoemde. Harlauks gaat de bal dan toch nog maar halen. Heeft nog wel een beetje fiducie in het resultaat. Nou, die gaat er niet komen. Sparta Nijkerk speelt daarvoor gewoon te solide vandaag. Geeft heel erg weinig weg. En ziet nu hoe Tissou Dali de bal heeft. Bij de cornervlag beland met in zijn kielzog. Bonaventia die probeert met een trucje de bal te winnen. Dat lukt hem niet, maar hij krijgt wel een fluitsignaal van de scheidsrechter waarmee hij een vrije trap krijgt op zijn eigen achterlijn. 0-2 de stand. De grootste schade die Sparta oploopt vandaag is natuurlijk Dave Huijmans. Maar daarbij komt ook Wouter van der Molen. Want hij pakte geel in de blessuretijd van de eerste helft. Ten onrechte gegeven die gele kaart. En mag tegen zijn oude club Ajax volgende week de topper in de hoofdklasse A niet meedoen. Hij is dan geschorst. Ja, dat is heel zuur voor hem. En ik zal hem zo meteen bij de microfoon halen om zijn verhaal te doen. En hem dan in ieder geval te vragen of hij het met me eens is dat het geen terechte gele kaart was. Bonaventia heeft de bal. Gaat hem nog maar een keer cross spelen naar de linkerkant. Die bal komt ook nog aan. Prachtige bal. En aan de verder aan de linkerkant Eikemans. Eikemans nog niet gescoord vandaag. Zal toch op het scorebord willen. Geeft hem voor. Dan wordt er overheen gestapt. Bal nog teruggelegd. Komt er nog een kans? Nee, er komt geen kans. Want Amende let goed op. Geeft mee aan Ititini. En dat zijn de twee invallers bij Sparta. Ititini in de blessuretijd. Geeft hem breed naar Van der Molen. Van der Molen moet verder breed. Wacht te lang is de bal kwijt. Aan Gerritsen en via Gerritsen komt de bal bij Simone. Simone, crossbal. Eikemans in duel met Bilal Amazaguyo. Geen risico nemen, doet hij ook niet. Bal over de zijlijn. En dus gaat VVA nog een keer gooien. Eikemans gegooid richting Harlau. Harlau naar, even kijken, Marbouche. Marbouche brengt nog een keer voor. Daar moet Rijnvis zijn doel uit. Moet hij geen domme dingen doen. Doet hij dat ook niet. Schiet hij de bal weg. Nou, die ligt zo ver op een weiland. Daar gaat een boer over een paar dagen als hij gaat oogsten. Of zaaien, wat hij wil. Gaat hij daar heel veel plezier aan beleven. Want die bal gaat niemand halen hoor. Die ligt in the middle of nowhere. Want ik ben voor het eerst bij de voetbalvereniging Achterberg. Uit hetzelfde plaatsje Achterberg. Maar daar liggen in, de middel, in het midden van 38 weilanden. Ineens twee voetbalvelden. En daar voetbalt deze ploeg. Echt,
op een verlaten stukje land. Maar goed, die bal is weg. Maar er is al snel een nieuwe gevonden via Bonavacia. Bal met buitenkant voet en het doorkoppen. Goed gedaan bij VVA. Dan komt hij nog een keer gevaarlijk voor. Komt er een schot? Nee, er wordt Muller geraakt op het moment dat de bal geschoten wil worden door Bartels. Raakt hij de bal niet, maar krijgt Muller de schoen vol in zijn maag. Komt er een vrije trap nog voor Sparta Nijkerk. Het wordt hier 0-2. Daar mag u van uitgaan. Sparta wint van VVA. Sterker nog, daar is het laatste fluitje. En Sparta doet goede zaken. Sparta is winterkampioen omdat Ajax niet won. Ik ga Wouter van der Molen, de enige teleurgestelde speler bij Sparta, denk ik zo, voor de microfoon halen voor een gesprekje. Sparta wint met 0-2. Hopelijk Hoevelaak ook.